is hij dan, de Olympische medaille van Tokio. Hey, Marie Bouwmeester hier. Ik sta halverwege de Alpe d'Huez. Ik ben op een fietsvakantie samen met de rest van de familie. Wist je dat we gewoon 34 kilo per persoon per jaar weggooien aan voedsel dat we niet meer gebruiken? Ja, en dat is gewoon heel erg zonde. Dus alles wat we kunnen doen, moeten we doen. Vandaag is dag 1 en de koelkast is nog leeg. Dus wat ik altijd doe om verspilling tegen te gaan, is dat ik een foto maak van de koelkast en dan op papier opschrijf wat ik nodig heb, zodat ik niks te veel koop. En dat is eigenlijk een heel handige manier om de verspilling tegen te gaan. Als ik aan het trainen ben tijdens de Olympische Spelen, doe ik natuurlijk altijd het eten afwegen. Maar dat is eigenlijk voor iedereen wel goed om te doen, want we koken vaak te veel en dat is zonde, want we moeten het weggooien. En ik kijk altijd eventjes naar de koelkast, want 4 graden is de ideale temperatuur, zodat het eten ook langer goed blijft en dat gaat ook weer de verspilling tegen. Voor mij de grootste eye-opener om minder afval te produceren was eigenlijk wel tijdens de voorbereiding op de Olympische Spelen in Rio. Want daar was het eigenlijk bizar wat je allemaal in het water aantrof. En je merkt ook echt dat de zelfsport er veel mee doet. Zo doen we bijvoorbeeld beach cleanups. En dat betekent dat we dan tijdens een evenement het strand schoonmaken. Om gewoon te zorgen dat je eigen plek beter wordt achtergelaten dan dat je komt. En volgens mij is dat een heel mooi initiatief wat we met z'n allen kunnen omarmen. Kijk, mijn vader heeft het eigenlijk al beter gedaan dan mezelf. Want hij heeft al het afval wat hij vandaag op de berg is tegengekomen, heeft hij verzameld en thuis hier weggegooid. Dus nou, voor mijn vader, goed gedaan. Ik zeil al sinds mijn 6e en het mooiste aan een zeilsport vind ik dat het gewoon elke dag anders is. Het is buiten, het is met de elementen en alles heeft wel zo zijn charme. Dus ja, ik hou gewoon heel erg van de natuur. En ja, er valt gewoon zoveel lol te halen uit de natuur, maar ook de schoonheid ervan. Dus volgens mij moeten we daar gewoon allemaal heel goed voor zorgen. En daarom zet ik me in ook om vervuiling tegen te gaan.